Mijn naam is de luchtvaartmaatschappij zal over 2 weken een plan presenteren aan de regering over hoe het bedrijf op eigen benen kan staan. Tijdens de ontmoeting op 23 oktober tussen de Raad van Commissarissen van de SLM en de regering is reeds een deel van dit plan gepresenteerd. De president-commissaris Rajan Palat Singh zegt in een persbericht dat de financiële situatie van het bedrijf er momenteel niet rooskleurig uitziet. Echter zijn er volgens hem wel mogelijkheden om het bedrijf uit de rode cijfers te krijgen. Palat Singh geeft aan dat een bedrijf in rode cijfers moeilijk te besturen is. Toch gelooft hij dat de SLM te redden is als personeel, directie, RVC en de regering zich daarvoor inzetten.